Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisja en vandaag heb ik mijn examenuitreiking. En ik ben gewoon ergens bang om mijn diploma te halen. Terwijl ik gewoon, ik weet dat ik geslaagd ben. Ik weet dat het goed is gegaan. Ik weet dat mijn cijferlijst ongelooflijk mooi is. Maar ik vind het doodeng om dan mijn cijferlijst te moeten ondertekenen en zo. Verder zijn we nu in de McDonald's en we gaan even eten. We zijn bijna klaar met eten, maar het is nog best wel vroeg. Oh, Lian. Dus dit was ons eten. En zelfs ik heb gegeten, zonder moeilijk te doen ofzo. Dus dat is echt heel nieuw. De afgelopen paar weken had ik niet zo goed. En nu ging het wel weer goed. En ik heb een cola, want ik ben verslaafd aan McDonald's cola. Gelukkig woon ik niet zo heel dicht bij een McDonald's, dus het is ook niet dat ik iedere dag... Nee, je woont bijna naast de McDonald's. Het is maar 10 minuten fiets hoor. Dus gelukkig woon ik niet naast de McDonald's, want anders zou ik iedere dag een McDonald's cola drinken. Mama, het is minstens 5 jaar lang gezeten naast de McDonald's. Ja, maar ik werd 5 jaar lang misselijk van McDonald's. Al sinds het afgelopen jaar is dat over. Maar ik wil iets zeggen, oh ja. Het is dus nog heel erg vroeg, dus we moeten nog even wachten voordat we naar school kunnen. Want anders staan we voor school. Staan we gewoon voor zo'n dichte deur, dus niet meer. En Jamie komt, maar Jamie was aan het werk. Vanavond dan, hè? Dus over ongeveer. Ik denk over een kwartier klaar. En dan gaat hij naar huis. En dan gaat hij zich heel snel omkleden en wassen. En dan gaat hij naar school toe. Hij heeft alleen wel geluk dat hij naast mijn school kwam. En dan is het gewoon de laatste keer dat ik op Calvijn ben. Oh nee, niet de laatste keer. De ene laatste keer dat ik op Calvijn ben. Dan krijg ik waarschijnlijk dat ik vervolgens nog... Dan denk ik dat ik vervolgens nog zo'n moment krijg dat ik dan volgend jaar weer terug ga ofzo om te laten zien hoe goed het met me gaat en hoe ongelooflijk leuk het gratis lyceum is. Maar ja, dat zie ik volgend jaar pas. Ik zit nu op mijn plekje waar ik zat op mijn allereerste schooldag op Calvijn Meerbouw. Dat was in 2014, is echt al lang geleden. Daar zit ik dus weer, maar nu met een heel andere reden, want die ga ik weg. Het is wel gek dat dat de laatste plek is waar ik dan nu zit. Het enige verschil is dat naast mij zat Anna en voor mij zat Diani en daarnaast zat Abigail. Ik ben bezig. En
Overdag waren de schilders er, dus ze hebben de hele dag eigenlijk met een stelling naast mijn kamer gestaan. En ik ben nu dus gewoon echt heel erg moe en ik wil graag naar huis toe. Mijn ouders zijn zo ongelooflijk verschrikkelijk voorspelbaar. Ik heb het... die python die zat veel lekker. Ik heb het nog niet uitgepakt en ik weet al wat erin zit. Zonder dat ze iets geklapt hebben of een hint gegeven hebben. Ik ging gewoon naar de wc en ineens wist ik, oh wacht, dat ga ik krijgen. Dus ik ga het voor jullie uitpakken en dan gaan jullie zien wat het is. Dan ga ik trouwens zien of ik het goed heb. Ik denk dat ik het goed heb. Ik verwijder hem uit mijn kamer. Ja, dat is goed zo. Ik heb een gluurder in mijn kamer. Heb je een gluurder in je kamer? Ja, dat is min. Oh. Ik haal gluurder. En hij is ook niet bepaald klein. Ja, de schijf. Het ding is nu 2 keer van mijn raam afgetrokken en is nu eens kapot. Oh. Oh, een nieuw gekocht. Ik heb volgend jaar een harde schijf nodig, vandaar dat ik een harde schijf heb. Maar ze net straks zitten bij jou. En daar ben ik heel blij mee, want dat betekent dat ik alles, niet alleen mijn schoolwerk, maar ook al mijn vlogs daarop kan zetten. Wacht, ik kan er niet eens bij. 3 terabyte. Ik heb er echt totaal geen verstand van. Nee, die ga ik niet laten zitten. Weet je hoe groot die is? Mijn lijst is 1 extreem schak van mijn linkervoet en 1 goed schak. Zo. Even mijn pyjama aangetrokken en ik zit nu in mijn slaapkamer. Ik ga zo slapen. Ik ben echt heel erg moe. Dus hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende video of vlog.